Koppen. Ik ben bang van water, vis mij veel te diep. Alle vissen bijten en ik zie de bodem niet. En van kopje onder raak ik in paniek. Misschien water maar voorlopig nog maar even niet. Water van Amerika. Tijd. Ik wil niet naar het Nijntje Museum. Zie je daar dat rondje? Nijntje. Lief klein konijntje. Konijntje. Je zingt een fout. Oh. Nee, Nijntje. Ik ga hem nu indrukken. 16, 18. Mama, jij moet 50 seconden. Halve seconde, man. Ja, hij vliegt. Oké. Hij is bijna op. Oh, de percentage is 0,15. Echt waar? Maar ik heb 0,42. Nog één keer. Oeh, 0,38. Kun jij voelen hoe het lammetje ligt? Yvette gaat de daging uit. Ze vindt het ook eng, maar ze gaat het doen. Come on, Yvette, you can do it. Ik vind het helemaal niks om ergens mijn hand in te stoppen. Ja, eigenlijk zit je dus nu daarin. Oh, meestal zit ik in de 9 maanden bij moeder en ik kan een beetje meer. Hoe denk je dat het lam ligt? Ik denk dat het een stuitligging is. Oh, arm lammetje, ik zal even aaien. Nou wil ik ook stuurt. Ja, jij denkt... Ik denk 4, stuitlig. Ik moet niet kijken, ik moet niet van spelen. Ik denk dat je gewoon bij moeder in de buik zit. Als je in de buik zit, mama, dan krijg je heel veel extra vet mee. Want, en wat denk je dat het is? Dat is helemaal niet. En dan krijg je veel meer naar binnen. Kijk maar, als je het rimpelt, dan kan het niet zijn. Je die handjes niet goed zien. Het ziet er ook al veel te oud uit. Ja, ik weet het wel. Maar wat denk je? Dus die, jij denkt nummer 2. Moet je goed voelen. Jij denkt nummer 2? Je voelt het oor. Je voelt het poot. Zullen we eens kijken dan? Wil jij ook voelen? Ik wil ook nog wel even voelen. Ik weet wat het is. Nou. Ik weet het zeker weten omdat het een archeoloog is. Maar dit heeft niet zoveel met archeologen nee, te maken. Dokterschool. Dat is gewoon een open hemel. Dat is niet gesloten. Je kunt zien hoe de kant staan. Vind je dit lekker in de koeienkont draaien? Dus. En dat je helemaal zo. En dan heb je
En dan als je snoet uitvindt, is het zo mooi. Ja. Ik heb hier twee poten aan de voorkant. Het is geen stuit. Oh, daar. Het is geen stuit. En er ligt één poot naar voren. Er liggen twee poten naar voren. Hier zit er dus geen. Ja. Zullen we gaan kijken? Ik denk één. Het zal drie wel zijn. Ja, ik zie heel veel poten. Het was die van mij. Ja, het is die van jou. Weet je hoe ik dat voelde? Ik voelde het kopje. En ik voelde het neusje. En ik voelde maar één poot. Ik ben ook helemaal naar hier gegaan. Ja. En zoals je ziet heb ik mijn haren gewassen. Ik ben onder de douche geweest. En het duurde even voordat ik mijn huis in was. Omdat de deur nog steeds niet gemaakt is. En nu is het zelfs nog erger als van voor. Nu is ook de klinker uit. Dus nu kun je de deur gewoon helemaal niet meer zelf openen. En ben je dus gedoemd tot de hoop dat een buurman of buurvrouw de deur opent. Maar ja, dat is 's avonds niet zo makkelijk. Of je moet via de noodingang, maar dan moet je met de trappen. En dat kan ik niet. Dus ik ga morgenochtend om 8:30 naar het portaal. En dan ga ik gewoon heel boos mijn verhaal doen. Zeggen dat ik voor de middag wil dat het gerepareerd is. Dat ik terugkom om 4:30 van de dierentuin. Omdat ik daar moet werken 's middags. Dat het gemaakt is. En anders dan boeken ze maar een hotel. Want ik ga hier niet mee akkoord. Het is nu al zo lang geleden. En het is gewoon frustrerend. Wat ook frustrerend is, is mijn haar uitvallen. Het is echt extreem op het moment. En dat komt ook al door de jaargetijden. En dat het lichamelijk gewoon even wat kutter gaat. Veel ontstekingen en ja, waarschijnlijk ook weer vitamine tekorten. Ook al slik ik die al op maximale dosering via de huisarts. En dan merk ik dat ook gewoon niet alleen aan het feit hoe ik me voel, maar ook aan haar uitval. En ik zal je even laten zien wat er uit mijn haar is gekomen na het douchen, terwijl ik mijn haar ingesopt heb. En dan is dat alleen wat op dat moment uit mijn haar komt met uitspoelen en zo. Ik heb het putje niet schoongemaakt. Kijk, dit is er wat er uit mijn haar is. Gewoon complete plukken. Echt, ik vind het zo frustrerend. Morgen wordt weer een hele drukke dag. Ik moet dan portaal boos bellen. Ik moet naar de apotheek. Ik ga naar het AKN-gebouw waar de KRO zit. Om een filmpje verder af te monteren van de No Limit Gadget. Omdat die in principe goed was. Maar ik wilde een paar dingen anders en ik wist niet hoe het moest. Dus daar gaan ze me even bij helpen. Zodat ik dat in de toekomst wel kan. En daarna moet ik snel naar de dierentuin. Want dan heb ik een reuze festijnfeestje. En het zijn 5 kindjes geloof ik. Van rond de 5 dacht ik of 6. En ja, dan heb je eerst een soort mini rondleiding door de dierentuin. En daarna gaan we schildpadden wassen, de reuze schildpadden. Dus dat is super leuk. Ik ben nu nog eventjes mijn video aan het uploaden. Maar terwijl die upload, kan ik lekker slapen. Dus bij deze sluit ik ook de vlog. Heel erg bedankt voor het kijken. Ik hoop dat je het leuk vond, ondanks dat het een beetje een chaotische, rommelige vlog was. Vanaf morgen komen er weer normale vlogs online. Ik beloof het. En dan hopelijk zie ik jullie morgen weer. Doei!